Kijk even om je heen. Het zijn mensen van verschillende achtergronden, verschillende huidskleuren. Dus alsjeblieft, discriminatie op basis van elke kenmerk dan ook, geslacht, seksualiteit, gender, etniciteit, religie, accepteren wij niet. Dat is iets wat de Taliban zou doen. Wij hebben hier de vrijheid om ons uit te spreken tegen de racistische, seksistische, homofobische en terroristische Taliban. Terwijl zij daar een demonstratieverbod hebben ingevoerd en de mensen daar zich alsnog tegen verzetten. We stand with you, Afghan people. We see your resilience. Laat je horen. In solidariteit met de Afghaanse mensen. En dat gezegd hebbende, welkom Rotterdam. Dit is de eerste keer dat ik zoiets gedaan heb. Dus ik zat ook even na te denken, hoe moet ik beginnen? En het is vaak dat mensen met 1 minuut stilte beginnen. Maar er is te veel stilte geweest naar mijn mening. Hoeveel minuten moeten wij nog stil zijn voordat we verder komen? Het is vandaag 20 jaar na de aanslag op de Twin Towers in de VS. Hoeveel minuten zijn dat? 20 jaar na de ongerechtigde invasie van Irak en Afghanistan. 20 jaar later en tientallen jaren daarvoor. En de grootmachten van de wereld spelen nog steeds met mensenlevens. Waar de NATO-dienstbezetting stopt, heeft de Taliban veelal gesteund door de Pakistanse overheid hun rol overgenomen. En het is belangrijk dat wij nu spreken om de Pakistanse overheid. Want Pakistanen zelf zijn ook slachtoffer geweest van de bombardementen en het terrorisme van de Taliban. Wij eisen dat er politieke sancties komen op de overheid van Pakistan. Sanction Pakistan! Zeg maar na! Sanction Pakistan! Sanction Pakistan! Sanction Pakistan! Sanction Pakistan! Wij eisen de delegitimatie van de Taliban op welke andere bezetters dan ook als overheid van Afghanistan. Terrorists, no! Taliban must go! Terrorists, no! Taliban must go! Terrorists, no! Taliban must go! Yes! Taliban must go! Als laatste eisen wij dat Afghanistan als onveilig verklaard wordt, niet een middenweg zoals nu gekozen is, en we er alles aan doen om Afghaanse vluchtelingen veilig te stellen en te helpen. Dit betekent het evacueren van Afghanen uit Afghanistan, het steunen van de vluchtelingen in de Afghaanse buurlanden, het creëren van veilige vluchtwegen voor alle Afghanen, het evacueren van Kamp Moria in Griekenland en een generaal pardon voor alle Afghanen en alle uitgeprocedeerde vluchtelingen die nu in Nederland zitten. No borders, no nations, stop deportations! No borders, no nations, stop deportations! No borders, no nations, stop deportations! Dank jullie wel! Nogmaals, no justice, no peace! No justice, no peace! No justice, no peace! None are free until all are free! None are free until all are free! Free, free Afghanistan! Free, free Afghanistan! Harder! Free, free Afghanistan! Free, free Afghanistan! Free all Afghans! Free all Afghans! Free all Afghans! Free all Afghans! Free queer Afghans! Free queer Afghans! Free trans Afghans! Free Hazara Afghans! Free Hazara Afghans! Free all Afghans! Free all Afghans! Dank jullie wel! Say it loud, say it clear, refugees are welcome here! Say it loud, say it clear, refugees are welcome here! Say it loud, say it clear, refugees are welcome here! Dat kan harder mensen, say it loud, say it clear! Refugees are welcome here! Yes! Op de
vragen en aandacht vragen voor de situatie in Afghanistan, zoals vele sprekers al hebben gezegd, is van levensbelang. Wij moeten eisen dat beleid wordt aangepast en uitgevoerd. Er moeten politieke sancties komen op de Pakistanse overheid. Ja! Niet gelegitimeerd worden door geen overheid, door geen instanties, niet door China, niet door Rusland, niet door Iran, niet door de NATO, door niemand niet. Terrorists, no! Taliban must go! Terrorists, no! Taliban must go! En natuurlijk, iedereen die gevaar loopt in Afghanistan en daarbuiten, alle Afghaanse vluchtelingen moeten opgevangen worden. Ze moeten geholpen worden. Afghanistan was en is een onveilig land. Wij moeten solidair staan met de Afghaanse mensen en met onderdrukte mensen overal. Want zoals in de speech hiervoor heel mooi Martin Luther King werd gequote, moeten wij ook beseffen dat onze lot hetzelfde is als die van de zwarte activisten, die van de indigenous activisten wereldwijd. Want waar wij voor strijden is hetzelfde. Wij willen onze mensenrechten. Ik wil iedereen het één keer horen zeggen: Black Lives Matter! Waar wij hiervoor vechten, dames en heren, en iedereen er buiten en ertussen. Wij zijn indigenous people van Afghanistan en wij vechten voor onze land. Laat dat niet vergeten, dat onze strijd heel nauw verbonden is met het decolonialisme over heel de wereld. Maar lieve mensen, ik wil eindigen met een andere noot. Want ja, wij staan hier voor een hele belangrijke reden. Maar jullie gezondheid is ook belangrijk. Niet alleen verdienen wij hetzelfde geluk en dezelfde vrede die wij onze mede-Afghanen wensen. Maar het is belangrijk om te weten dat wij niemand kunnen helpen als wij zelf uitgeput en ziek zijn. Kijk om je heen. Kijk naar de gezichten om je heen. Wij zijn hier vandaag samengekomen om onze rouw en verdriet, maar ook onze hoop te delen. En laten wij dat zo altijd doen voor elkaar. Laten wij er altijd voor elkaar zijn en ervoor zorgen dat wij gezond de strijd tegen onrecht kunnen voeren. None are free until all are free. None are free until all are free. En daar horen wij dus ook bij. En ik ga Marina haar mooie zin quoten, want zolang er één Afghaan blijft leven, zal Afghanistan blijven leven. Tayak nafar afghanast, zinda afghanistanast. As long as there is one Afghan, Afghanistan is alive. Free, free Afghanistan! Free!